Hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vorige week heb je mijn eerste inhoudelijke update video weer kunnen zien sinds mijn zomerstap, zullen we maar noemen. En deze week kun je kijken naar een vervolg daarop. Dus mocht je de video van vorige week nog niet gezien hebben, is het misschien leuk om die eerst te kijken. Die zal ik even linken hier in de beschrijving, dat je hem daar kunt vinden. En dan kun je daarna deze kijken. Hier gaan we namelijk verder in het vervolg dus op vorige week. En dat is eigenlijk vanaf het punt dat ik wat nieuwtjes heb gehad. En ik kan je wel zeggen, deze video van deze week is een beetje met mood swings. Je zult me heel blij zien, maar ook verdrietig en in de war. Maar goed, ik heb dit natuurlijk gedaan om mijn proces een beetje te filmen. En je mee te nemen in hoe het met mij is gegaan de afgelopen periode. En ik neem je weer lekker verder mee in dit proces. Veel kijkplezier! Zo, wat een bloot gezicht. Ik had ook helemaal geen zin om op te maken speciaal voor dit ene clipje. Maar ik wou wel graag even wat delen. En dat is namelijk dat ik zojuist al heb gekregen dat ik waarschijnlijk nog voor mijn vakantie mag komen voor de screening bij het revalidatiecentrum. Wat zoveel betekent als dat ze dan gaan beoordelen of ik geschikt ben voor zo'n revalidatietraject. En daarna, als ik dus geschikt word bevonden, wat ik daarna dus op de wachtlijst wil zetten om daadwerkelijk te starten. En daarom vond ik het heel fijn dat ik voor de vakantie terecht zou kunnen. En ik had nog steeds niks gehoord, dus ik dacht, inspired action, hè? Iets met de wet van de aantrekkingskracht. Ik ga gewoon even bellen en er zelf even achteraan om te kijken of ik het van elkaar kan krijgen. En toen zei die mevrouw vanmorgen van, goed dat je belt. Ja, ik kan het niet forceren. Ik zeg, nee, daarvoor bel ik ook niet. Ik zeg, ik wil het niet forceren, maar ik wil wel graag even informeren. Want inmiddels heb ik niet gezegd, maar dat dacht ik wel. Ben ik er wel achter hoe het zorgstelsel in Nederland werkt. En dat je niks vanzelf krijgt en overal achteraan moet. En dat je uiteindelijk alleen zelf de baas bent, om maar even zo te zeggen. Maar goed, daarover kan ik misschien nog wel een heel andere video maken. Want op dit vlak heb ik ook heel veel geleerd in het afgelopen half jaar, drie kwart jaar. Maar daar gaat het nu even niet om. Waar het wel om gaat is dat ik dus even gebeld heb. En dat ik dus toen te horen kreeg van, goh, ik ga wel even overleggen met de planning. Want ik had gewoon het secretariaat gebeld natuurlijk. En zij hebben mijn naam ertussen uitgepakt. En gezegd van, goh, fijn dat je even belt. We zullen je deze week bellen. En de verwachting is wel dat je volgende week nog zou kunnen komen voor de screening. Dus, goh, fingers crossed. Ik hoop het zo en ik hoop ook zo dat ik dan dat traject, dat ik geschikt ben voor het traject en dat ze mij echt kunnen gaan helpen. Want ik ben echt klaar om stappen te zetten en het lukt me niet zelf en ik wil gewoon echt heel graag hulp daarbij. Zodat ik eigenlijk mijn gedrag, mijn leven kan veranderen en dat het nooit meer hetzelfde wordt. Dat het gewoon beter wordt, dat ik life skills ga leren waar ik de rest van mijn leven wat aan heb. Goed, to be continued. Ik heb goed nieuws en dat wil ik even met je delen. Ik was bezig hier met het klaarleggen van de kleren voor de vakantie. Want wij gaan binnenkort weg. En binnenkort overmorgen. En ik dacht ineens, hey, ik heb het nog helemaal niet verteld. Maar gisteren, uiteindelijk op woensdag, echt een beetje onhandig, kon ik een screeningsgesprek krijgen. En dat was precies op het moment dat Max opgehaald moest worden van school. Ik had namelijk het gesprek van 11:45 tot 11:45 via een soort van Teams Zoom-achtig iets, maar dan een bepaalde beveiliging zit daar dan op. En toen is Michael, gelukkig kon hij thuiswerken en was hij even met Sa en kon hij Max ophalen. Maar het goede nieuws is dat ik door de screening heen ben en dat ik na mijn vakantie een gesprek ga krijgen voor de intake met de revalidatiearts en een psycholoog en een fysiotherapeut of een ergotherapeut om te kijken hoe ze mij zouden kunnen helpen. Er zit een hele kleine kans in dat ze dan alsnog zeggen dat ik niet geholpen word, dat ik niet pas zeg maar, maar daar ga ik eigenlijk niet meer vanuit, want anders had ik dat nu wel gehad. En die man waar ik gisteren dan het gesprek mee had, dat was een ergotherapeut. En die zei van, er zijn drie mogelijkheden van dit gesprek. Of, wij kunnen niks voor je doen en we moeten naar wat anders gaan zoeken. Of we zeggen, je mag voor een intake komen, maar we hebben nog wat twijfels. Of de derde optie, je mag naar de intake komen en we hebben geen twijfels. Nou, en dat laatste was het geval. Dus in die zin verwacht ik dat het gewoon goed moet komen. En dat ik, binnenkort, hopelijk, of een aantal weken, we gaan starten met de revalidatie. En
Ja, het is nu ochtend en dat is vaak het moment dat ik de meeste energie heb nog. Dus ik dacht, ik ga even lekker beginnen met het inpakken van de tas van ons. De kinderen had ik al eerder gedaan, zodat ik dat lekker in etappes kon doen. Zodat ik niet te veel tegelijk hoef te doen. En ja, ik dacht, dat wil ik nog even met je delen. Want nou ja, ik voel dat het goed is. En ik voel nou ja, dat dit ook wel mijn pad mag zijn. Dat ik de hulp mag vragen en aanvaarden. En dat dit nou ja, heel wat hobbels gaat geven waarschijnlijk. Heel wat uitdagingen. Dat ik heel hard mezelf tegen ga komen. Maar dat het wel op een goede manier is. En dat het iets is wat ik nou ja, moet gaan doen om verder te komen. Verder te komen in het leven. Verder te komen in mijn herstel. Maar ook voor de rest van mijn leven hele mooie stappen te mogen zetten. En dat, dat voelt echt goed. Dus dat wil ik even met je delen. Dus ik ben helemaal happy-dee-bappy. Ja. Ja. En ik heb ook zin dat we lekker even op vakantie gaan. Even niks. Hoe moeten. Gewoon genieten. En nou ja, heel goed voelen wat goed voelt. En wat ik aan kan en wat niet. En ik hoop dat we een fijne tijd gaan hebben. Maar goed, ik zie jou pas na mijn vakantie weer. En dan ga ik je weer lekker een update geven. We zijn inmiddels weer terug van vakantie. We hebben een leuke vakantie gehad, maar het was wel echt heel intensief. Voor mij dan, ik heb dat wel een beetje verkeerd ingeschat. We zijn anderhalf week in Luxemburg geweest. Mocht je op Instagram volgen, heb je daar ook foto's van kunnen zien. En daarna nog een weekendje gewoon in Nederland met onze nieuwe vouwwagen. En ja, weet je, dat was heel leuk. En alleen vooral dat weekendje heb ik een beetje onderschat. Het was heel veel werk eigenlijk om de vouwwagen op te zetten, af te breken, alles te pakken en ook weer op te ruimen voor maar een weekendje. We hadden ook nog eens een beetje pech met het weer. Het is natuurlijk super mooi weer geweest deze zomer. Je hoort zelfs de kinderen in de tuin hier achter. In een badje spelen vandaag, maar we hadden net op de dag voor vertrek en de dag van vertrek allemaal regen. Dus we moesten alles nat inpakken en ja, daardoor thuis ook weer veel meer werk. Nou goed, heel verhaal. In ieder geval hebben we wel genoten, maar was het gewoon best wel heel intensief. En heb ik me ook gewoon een beetje vergist in het feit dat ik natuurlijk nu al best wel een tijd de dagen met de kinderen en de dagen in de weekend waarbij ik met Michael en de kinderen ben afwissel met gewoon dagen dat ik helemaal over het algemeen vrij goed zelf kan bepalen wat ik wel doe en wat ik niet doe en hoeveel ik doe. En dat is op vakantie met kinderen natuurlijk toch gewoon een beetje anders. Dus dat heb ik nou ja, van tevoren iets rooskleuriger ingeschat dan het uiteindelijk was. Dus dat niet te min hebben we wel echt heel erg genoten. En was het een fijne vakantie. En heb ik ook goed nieuws gekregen in die vakantie. En dat is namelijk dat ik volgende week al mag komen voor de intakegesprekken. Die zijn nu gepland. En dat is allemaal op één dag gepland. Dus dat is wel fijn. Dan kan het allemaal in één keer. Nou, het zal wel een intensieve dag worden, maar ja, ik ga er met een goed gevoel naartoe. Dus ik zal je straks vertellen, het volgende clipje bedoel ik, hoe dat is gegaan. Ik kom net terug van de intakegesprekken bij de revalidatie. Ik heb een gesprek gehad met de psycholoog, met de fysiotherapeut en met de revalidatiearts en ik ben helemaal gesloopt. Ik moest er vanmorgen om 9:50 zijn en het is nu 3:30 's middags. Ja, ik hoop dat ze wat van mij kunnen betekenen. Ik hoop dat het, dat dit het gaat worden, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik hoop het wel. Ik vond het heel heftig. Alle vragen beantwoorden en alle informatie verstrekken. En ik heb nog weer informatie meegekregen om te lezen. Bepaalde websites die ik moet bezoeken. Waar ik het een en ander kan lezen. En als het goed is, hoor ik dan volgende week. Ja, of ik een traject ga krijgen en zo ja. Hoe die eruit gaat zien. Dus even afwachten. Ik heb geen puff om te vertellen wat ik allemaal moest doen. Ze hebben ook nog wat lichamelijk onderzoek gedaan bij de fysiotherapeut. Moest ik onder andere nog een traplooptest doen. En nog een sta-zit-test. En nog over een balkje heen wandelen. En vooral heel veel vragen beantwoorden. Ik vond het heel heftig. Maar goed, ik hoop dat het wat goede doel is. En dat ik een passend advies ga krijgen. Maar daar ben ik wel van overtuigd. Ja, we'll see. I'll keep you updated.
de uitslag gisteren en ik was opgenomen. En ergens ben ik blij dat ik geholpen ga worden en ergens ben ik verdrietig en ik ben heel moe, want mijn hele dag. Ja. Ja, het gaat nog even duren, maar ze gaan me dus opnemen en dat is voor mij gaan, nou ja, best veel zeg maar, het beste. Uiteindelijk voor mijn gezin ook het beste, maar ik vind het wel heel heftig om te bedenken dat ik gewoon dan 8 weken lang de hele week niet thuis zou zijn. Een week op en een week af is hoe het nu is. Ik heb nog een heleboel vragen en die ga ik nog stellen. Maar dat is wat het is en het nieuws heb ik vandaag gekregen, dus het is een beetje een dag. Maar aan de andere kant ook wel weer fijn, want nou ja, anders dan, als ik dit niet had gedaan, dan konden ze me dus niet helpen. Dus het is een beetje dubbel. Ik voel me verdrietig. Ik heb even verder niks te zeggen. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Ik weet ook niet wat ik wil delen van dit proces. Ik weet het allemaal even niet. Goed, ik dacht ik ga even verder met de update. Want het laatste wat je hebt gezien was natuurlijk een beetje een gek stukje misschien. Ik had echt helemaal mijn dag niet. Ik was helemaal ja, eigenlijk ontdaan van het nieuws. En dat kwam eigenlijk omdat ik niet echt verwacht had dat ik, nou ja, dat het door zou gaan. Nadat ik het clipje opnam van hè, na de screening, of sorry, niet na de screening, maar na de intakegesprekken, kreeg ik gewoon steeds meer het gevoel van hè, het is niet erg genoeg met mij en ik ben niet ziek genoeg. En in een revalidatiecentrum zie je natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die niet kunnen lopen of die hulp nodig hebben bij het lopen, als in een rollator of een rolstoel of een ander soort hulpmiddelen, zeg maar. En weet je, ik kan gewoon lopen. Ik kan in principe op sporten en intensieve dingen na. Ik het meeste wel. En ja, weet je, dan voel je je toch niet helemaal alsof het, nou ja. Ik had en nou ja, dat gevoel dat bleef een beetje. En het was ook gewoon best wel, en dat is heel normaal bij intakegesprekken natuurlijk, maar van de haak op de tak allemaal. En heel erg het vragen beantwoorden over allerlei verschillende dingen heel snel achter elkaar. Waardoor ik ook het idee een beetje had van ja, ik heb eigenlijk niet het hele verhaal kunnen vertellen. Of het klopt niet helemaal. Het is een beetje van alles een beetje en van alles een beetje niks of zo. Ik weet niet of dat iets zegt, maar dat gevoel had ik in ieder geval. Dus ik was wel, ja, ik was toch best wel voorbereid op het feit dat ze zouden zeggen van goh, vervelend allemaal, maar wij kunnen je niet helpen. En misschien moet je het dus of zo proberen. Of daar en daar naartoe. En nou ja, wat ik dus gewoon echt niet verwacht had, was dat ze zouden zeggen van ja, ja oké, welkom en we kunnen je helpen, maar dat kan alleen met de klinische behandeling. En met een opname dus. En dat ja, had ik gewoon niet verwacht, want nou ja, zoals ik al zeg, ik dacht dus dat het niet erg genoeg zou zijn wellicht. Maar toen ze me dat vertelde, heeft ze me natuurlijk ook verteld waarom en wat de achterliggende gedachte is van juist een week opname en dan een week thuis, een week opname, een week thuis. En dat dan dus 8 keer, dus in totaal 15 weken lang. En dat is dat je juist dan uit je gezinssituatie wordt gehaald, dat je juist dan uit je normale leven komt. En je ook dan pas echt stappen kunt gaan zetten. Want als ik voor een polyklinische, en dat noemen ze dan ook wel, een lichtere behandeling zou zijn gegaan, waar ik dus mijn voorkeur naar had uitgesproken, niet wetende dat dat heel anders zou zijn toen ik dat zei, maar met name vanwege de praktische redenen mijn voorkeur daar had gegeven, had ik dus natuurlijk niet in de gaten dat het dan, ja, dat je dan dus gewoon je dagelijks leven blijft doen en dan naar therapie gaat. Maar wel de zorg voor de kinderen blijft houden en eigenlijk alleen maar veel meer toevoegt aan je leven. In plaats van dat je meer rust inbouwt en nou ja, ook echt aan jezelf kunt werken. Want dat is eigenlijk gewoon het doel. Gaan werken aan jezelf en aan nou ja, zowel met een fysiotherapeut dus, als een ergotherapeut, als een psycholoog, als maatschappelijk werk. In allerlei verschillende therapievormen aan het werk gaat. En nou ja, nu ik daar wat meer over weet, sta ik daar ook gewoon wel veel meer voor open. En heb ik wel zoiets, oké, het is nu inmiddels dus ook een heel aantal dagen later.
Heb ik ook gewoon wel echt zoiets van, weet je, het gaat juist heel veel brengen. En dit is juist de oplossing die ik nodig heb. En ik voel ook heel erg wel van, dit is nu of nooit. Je doet het nu en als je zegt, ik doe het nu niet omdat het praktisch niet handig is of met de kinderen allemaal moeilijk. Ja, dan ga ik dit nooit doen en dan gaat het dus ook nooit veranderen. En ja, dat zie ik nu en dat kon ik in het clipje wat je hiervoor zag nog niet echt zien. En ja, weet je, ik voel nu wel echt dat dit wel gewoon goed is. Maar ik zit nog wel steeds met wat ik ook zei in de vorige, van ik weet niet wat ik daar verder inhoudelijk over wil delen. Dus daar ga ik nog even over nadenken en even voelen bij mezelf, wat wil ik daarin? Want ik wil wel sowieso wat uit het proces delen. Maar ik weet niet of ik dat op het moment van het proces zelf wil doen. Want dat heb ik natuurlijk nu ook gedaan, heel erg achteraf. Want deze video zie jij natuurlijk nu pas veel later nadat ik het opneem. En dat geldt ook voor de clips die je hiervoor hebt gezien en de video van vorige week. Weet je, dat is wel, heb ik wel expres gedaan in die zin. Het is best wel moeilijk om dingen te delen als je er precies middenin zit. En nou, daar gaan we dus allemaal nog zien. Maar wat ik in ieder geval wel wil doen is de komende weken gewoon wel weer wat luchtige content ook opnemen. Want ik heb wel zin om af en toe gewoon ook eventjes weer wat te gaan doen. En wat, nou ja, wat video's te gaan maken. En misschien zal dat niet elke week zijn. Maar wel gewoon als ik daar puff energie en zin aan heb. Maar het betekent natuurlijk wel dat als die opname start. En dat is in november. Dan, ja, dan zal ik er een tijd niet zijn. En hoe lang of dat het is weet ik niet. Maar dat gaan we dan wel zien. En misschien dat ik dan ook wel af en toe een video upload of iets. Maar dat zie ik allemaal wel. Uiteindelijk doe ik dit natuurlijk ook omdat ik het leuk vind. En dat is gewoon het belangrijkste, denk ik. Om dat zo te houden. Dus, ja, ik voel me er nu wel beter bij. En nou ja, het staartje waarvan ik zei in de afgelopen video, die gaat er nog komen. Die is er dus gekomen. Daar ben ik heel blij mee. En ja, ik zie het, ondanks dat ik het echt heel heftig vind, nu wel positief in. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, en de reden dat ik het heel heftig vind is denk ik wel logisch en ook wel begrijpelijk. Omdat, ja, weet je, het is niet niks om van maandag tot en met vrijdag gewoon elke andere week, zeg maar, van je gezin gescheiden te zijn als je jonge kinderen hebt. En nou ja, daar gaat ook een hele planningstechnische puzzel aan vooraf met hulp van familie en vrienden en bekenden om ons heen, om nou ja, mij en ons te helpen. Met name Michael natuurlijk in de weken dat ik er niet ben. Dus ja, er komt een pittige tijd aan, maar wel ook een tijd die mij heel veel gaat brengen. Daar ben ik echt van overtuigd. En nou ja, ik denk ook dat het alleen maar goed is dat ik daar van de week en ja, gewoon zo verdrietig van was. Want als het me niks zou doen, zeg maar, van hè, dat ik bij mijn gezin weg zou zijn een periode lang, dan zou dat ook iets over mij zeggen, denk ik. En ja, we gaan het meemaken. En ja, het klinkt heel heftig en ik denk dat het ook zeker wel heftig wordt. Maar ja, ik denk ook echt dat het veel gaat brengen. Dus goed, daarmee wil ik deze video afsluiten. Toch wel nou ja, hoopvol en ja, positief kijken naar de toekomst. Het gaat natuurlijk nog wel een tijdje duren. En hoe dat in de tussentijd gaat lopen, weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik heb wel zoiets van, ja, eindelijk komen de stappen nou ja, naar het doel waar ik graag naartoe wil. En dat is gewoon leren omgaan met en weet je, die behandeling, dat is misschien wel goed om het even te vertellen, is niet gericht om het beter worden, maar echt gericht op leren omgaan met en anders omgaan met situaties, maar ook nou ja, hè, met de pijn en de vermoeidheidsklachten die ik heb, waardoor je er minder last van hebt, waardoor je beter functioneert, nou ja, en dat soort dingen. En gewoon, ja, ook vooral op mentaal. Switches maken en niet altijd alleen maar alles voor iedereen doen en alles belangrijk vinden behalve jezelf. Want dat is een heel groot deel van mij, van het probleem waar ik mee zit. En dat heeft Lyme infectie, bacterie alleen maar erger gemaakt natuurlijk. Dus ja, of dat heeft het probleem niet erg gemaakt, maar dat heeft wel heel erg naar voren gebracht waar het dus misgaat. Maar goed, deze video wordt alweer veel te lang. Heel erg bedankt voor het kijken.
Ik hoop dat je het waardevol vond en dat als je in een situatie zit waarin je herkent, zeg maar, met wat ik vertel, wens ik jou ook heel veel kracht en liefde toe. En ik gun jou ook dat jij daaruit mag komen, dat jij de stappen mag zetten die voor jou uiteindelijk gaan brengen wat je nodig hebt. En dat je goed voor jezelf opkomt, want het zei ik ook al een keer eerder, weet je, het zorgstelsel is best ingewikkeld, heb ik inmiddels ontdekt. En ik gun iedereen dat hij zichzelf belangrijk genoeg vindt om ook stappen te zetten. En ook als je niet ziek bent of ergens last van hebt, wens ik jou al heel veel liefs en alle goeds. En zie ik je heel graag in een wat meer luchtige video volgende week weer op mijn kanaal. Want er komen weer wat ook luchtigere video's aan. En daar heb ik ook wel weer zin in om dat te gaan maken. Dus dankjewel voor het kijken en heel graag tot volgende week.